In Afrika is het een voortdurend afwegen van de belangen van de bedreigde diersoorten en die van de plaatselijke bevolking. De NGO CITES waagt zich aan deze dans op het slappe koord. De Victoria Falls in Zuid-Afrika. Dit is de grootste toeristische attractie van Zambia en het is duidelijk waarom. Meer dan 500 miljoen liter water stort hier elke minuut naar beneden, wat dit een van de grootste watervallen wereldwijd maakt. Hier is de natuur koning en worden mensen herleid tot ontzaghebbende toeschouwers. Maar meer stroomafwaarts van de Zambezi, waar het water minder wild is, is het een ander verhaal. Hier, net als in vele gebieden in de wereld, vechten mens en dier voor eten, land en water. Het is een eeuwenoude strijd, maar een die grotere proporties aanneemt sinds de handel in wilde dieren een miljardenbusiness werd. Het is een nieuwe ochtend in het lager gelegen Zambezi Nationaal Park, een oerwildernis slechts een korte vlucht verwijderd van de hoofdstad Lusaka. Vandaag is het park gevuld met wild. Nijlpaarden waden in het water, impala's laven zich aan de oever, krokodillen baden in de zon en zebra's lopen tussen de struiken. Maar zo is het niet altijd geweest. Eind jaren 70 waren er 100.000 olifanten in Zambia. Een decennium later is dit aantal teruggelopen tot 10.000 door het ongebreidelde stropen voor ivoor. De olifant werd bijna uitgeroeid toen het lager gelegen Zambezi Nationaal Park werd opgericht in 1983 en het stropen bleef doorgaan in de jaren 80 en begin jaren 90. Boaze Shizua werkt hier al 11 jaar als toeristengids en was getuige van de ongelooflijke veranderingen die het park heeft ondergaan. Als ik hier in 1996 kwam, yeah, we've been seeing elephant maybe 50. And they were very, very skittish and aggressive whenever you used to try to approach them, charging and doing that, which now is completely different from that time. Now you'd stop to a big breeding head of elephant, you'd be watching them for hours, hours and hours, which for us is good, and that's the sign of showing that poaching it has gone down. Een van de redenen voor de enorme stijging in de lokale olifantpopulatie, er zijn er nu tussen de 3 en de 5.000 in het park, was het internationale verbod op ivoorhandel dat in 1989 werd ingevoerd. Het verbod, dat werd gestemd onder de Conventie over Internationale Handel in Bedreigde Diersoorten, of CITES, heeft de lucratieve handel van stropers doen afnemen. Maar regels zijn waardeloos als ze niet duidelijk opgelegd worden. Dat is de taak van de Zambiaanse Wildlife Authority, ZAWA, wiens job bestaat uit het patrouilleren in de nationale parken en het reguleren van de handel in bedreigde diersoorten. Vandaag zoeken wachters van ZAWA naar mogelijke stropers met de hulp van de lokale NGO Conservation Lower Zambezi. The report we received was that the gunshots or the suspected poaching activity was somewhere in this area here. Deze keer is het vals alarm, maar stropers vormen hier nog steeds een bedreiging. Vorig jaar alleen al werden meer dan een dozijn karkassen van olifanten gevonden. Good afternoon, line 1. How is your patrol? Lodja, good afternoon. Good afternoon, line 1. How is your patrol? You know, we have wrecked the area. There are some footprints on the ground, but they are of 2 days ago. Adrian Hudson, operatiemanager van Lower Zambezi, gelooft dat het probleem van stropers zal blijven bestaan tenzij de handhaving wordt verbeterd. The laws are there, you know. The biggest problem, for instance, here in Lower Zambezi is the enforcement of those laws. You know, the law states that there should be no poaching. Unfortunately, there's poaching there, not because the poachers can just go and poach because it's legal or illegal. It's simply a matter of sort of funds available to get law enforcement officers into the field to stop the poaching. Meer wachters zou helpen om bedreigde diersoorten te beschermen, zoals de olifant en de rhinoceros. Maar ook meer toeristen zijn een hulp. De aanwezigheid van toeristen aan deze rivier jaagt de stropers weg. En dieren zoals deze rustige olifant vinden vaak een veilig onderkomen in safarikampen. Geld dat uit toerisme komt, komt ook rechtstreeks ten goede aan de lokale gemeenschappen in dit arme land, waar het gemiddelde inkomen minder dan een dollar per dag bedraagt. De helft van de inkomsten uit de jacht gaat naar het bouwen van ziekenhuizen en scholen in dorpen als Mugurameno, net buiten het Lower Zambezi Nationaal Park. In andere landen, waar de ivoorverkoop nog eenmalig toegelaten is onder CITES, verdient de lokale bevolking ook een broodnodig inkomen. Vaak door de opkoop door de overheid van slachtanden van olifanten die aan een natuurlijke dood zijn gestorven. These resources that we have received in the community have come from the
the conservation, except the substantial damage also they do on the crop part of it. There, I would be frank with you that people here have no grain in their bins because they know they've been damaged by the wildlife. De bewoners van Mugurameno weten alles af van de problemen die wilde dieren kunnen veroorzaken. Er was dit jaar geen oogst omdat nijlpaarden en olifanten kwamen grazen op hun velden, waardoor de lokale bevolking verhongerde. Maar dat wil nog niet zeggen dat de bevolking wil dat de dieren uitgeroeid worden. People, they have got a mind of conservation. We don't want to remove these animals in this area because most of this area, that's how the country develops with animals. So we are just looking any organization which can fund and protect our fields. De problemen in dit gebied gaan tot op het bot van het debat over de bescherming van bedreigde diersoorten. Problemen waarmee CITES al worstelt sinds het werd opgericht, nu bijna 35 jaar geleden. Behoud zonder ontwikkeling leidt tot boze burgers die niet meteen voordelen zien in het beschermen van dieren en daarom ook geen wroeging hebben bij het doden van dieren. Maar ontwikkeling zonder behoud zou leiden tot de uitroeiing van veel van de meest geliefde diersoorten ter wereld en het zodoende ook het einde van Afrika's lucratieve safari-toerisme. Het moeilijkste debat gaat over de ivoorhandel. Sommige landen, zoals Zambia en andere Zuid-Afrikaanse landen, zouden graag een partiële opheffing van het verbod op ivoorverkoop bekomen om het groeiend aantal olifanten in stand te houden en het broodnodige geld in het laadje van de lokale gemeenschappen te brengen en de schade aan de oogst te compenseren. It is very difficult to explain to the people that you can lose the crop, that people can be killed, and then at the end of the day you seem to be more on the life of an animal than life of a human being. Maar veel Oost-Afrikaanse landen, waar de olifantenpopulatie niet zo stabiel is, argumenteren dat het toelaten van meer ivoorverkoop vooral de stropers zou belonen. These are wild animals. Without protection, they'll be extinct. Basically, they'll be hunted out, they'll be shot out for their meat, for their ivory. And, you know, I think certainly I would like to show my kids an elephant when they're growing up, just like I saw an elephant as I was growing up. Het zou makkelijker zijn voor de 171 CITES-lidstaten om een duidelijke beslissing te maken over de ivoorhandel als er betrouwbare cijfers bestonden over de ivoorhandel en illegale moorden. Daarom pompt de Europese Unie, die met zijn 27 staten een grote invloed heeft binnen CITES, 10 miljoen euro in een project met als doel deze tendens aan het licht te brengen. Het is eenvoudig om sentimenteel te worden tegenover olifanten, een van de kostbaarste dieren in de wereld. Maar hoe zit het met de krokodil uit de Nijl, die een kleinere aaibaarheidsfactor heeft? Dit roofdier kan tot 5 meter lang worden, tegen 12 km per uur voortbewegen en makkelijk een mens vangen en verslinden. Geen wonder dat de bewoners van dit dorpje bij Lake Kariba moeten uitkijken voor krokodillen als ze vis wassen en dat de vissers bang zijn om hun netten uit te gooien. Nelson Mukuka, een vader van 8 kinderen en al 23 jaar visser, weet maar al te goed hoe gevaarlijk krokodillen zijn. Hij werd in het verleden al aangevallen en heeft ook gezien hoe andere dorpsbewoners gedood werden. We are afraid of crocodiles because they do catch us and eat us. That's why we are afraid of crocodiles. De krokodillen in de Nijl worden al eeuwenlang gedood omdat ze een bedreiging vormen voor de mens. Maar tussen de jaren 40 en 60 werd er ook op hen gejaagd vanwege de hoge kwaliteit van het leder en het vlees. Toen CITES zich ermee ging bemoeien in 1975, stond de diersoort op het punt om te verdwijnen. En een van de eerste acties van de internationale organisatie was een volledig verbod opleggen voor handel in krokodillen. De volgende jaren ging hun populatieaantal opnieuw de hoogte in. En 15 Afrikaanse landen hebben de handel in krokodillenhuid opnieuw mogen invoeren. Definitely 40 years ago they were indiscriminately hunted throughout Africa. Most of the southern African waterways were shot. Crocodiles were shot in the waterways and exported mainly to Europe. Today, you know, there's over 200,000 Nile crocodiles in trade. And I think that's a real kudos for CITES. I think this crocodile is really one of the species that's really worked well within the CITES in the CITES system. Het kweken van krokodillen is nu een grote en groeiende business in Zuid-Afrikaanse landen als Zambia. Deze boerderij in de buurt van Sinasongwe, bij Lake Kariba, exporteerde 26.000 krokodillenhuiden in 2006, heeft een jaarlijkse omzet van $3 miljoen en heeft 320 werknemers in dienst. Hier worden krokodilleneieren uit het wild of uit de fokplaatsen in de boerderij genomen. De eieren worden dan in een incubator geplaatst en de jongen worden na hun geboorte overgebracht naar een broedplaats.
Tijdens hun eerste levensjaar brengen jonge krokodillen de dag door met het eten van gedroogde sardines, vooraleer ze op brede basis gevoed worden. Na 2 jaar zijn de krokodillen klaar voor slachting. Nadat de huid gestript en behandeld is, wordt dit gemeten onder het toezienoog van ambtenaren van ZAWA. Zij kijken erop toe dat de strikte voorwaarden van CITES gerespecteerd worden. Vervolgens krijgt de huid een CITES-bewijs van goedkeuring dat aantoont dat ze duurzaam vervaardigd en legaal verhandeld zijn. Er worden ook controles uitgevoerd in havens en op vliegvelden om zeker te zijn dat handelaars CITES-vergunningen hebben voor hun export en dat toeristen enkel toegestane producten meenemen zoals portefeuilles en handtassen. De Europese Unie, een belangrijke afzetmarkt voor wildproducten, verzekert dat deze regels strikt gerespecteerd worden en dat invoer enkel wordt toegestaan als het om duurzame producten gaat. Volgens krokodilexpert en huidinkoper Kevin van Jaarsveld zijn producenten en handelaars goed op de hoogte van de CITES-regulering, maar consumenten veel minder. The enforcement side is there. Saudis definitely have the teeth and they are able to shut down any illegal activities. I think you can never get enough information out to the public. It's very important for people to understand that when they buy a handbag from one of the fashion houses or they buy a watch with a crocodile or alligator band on it, that is from a legal source. Moest dit niet gereguleerd worden, zou de internationale handel in wild zorgen voor de uitroeiing van duizenden planten en diersoorten, zoals deze magnifieke leeuw op jacht in de nacht. Maar CITES geeft de garantie dat bedreigde diersoorten beschermd worden en de handel in minder bedreigde planten en dieren op een aanvaardbaar niveau gecontroleerd wordt.